Ik zou nog even de rest van het huis laten zien. Dit is dus de keuken. We hebben trouwens net geluncht, het is een beetje een zooitje. En sowieso hebben we bijvoorbeeld hier op de bank hebben onze tassen liggen. En hier in het kastje onder de tv. Hier, dit is de stoel van Niels en dit is het tafelkleed. Wat er even overheen is. Maar in het kastje onder de tv hebben we dus onze kleren gedaan. Omdat als Niels ligt te slapen, hier is nog een eettafel. Als Niels ligt te slapen is het niet heel handig om in de slaapkamer onze kleren te hebben. Ik heb alleen de jurkjes aan. En dit is onze slaapkamer. En nee, ik heb het niet net opgemaakt. Dat heeft mijn vrouw net gedaan. Oh. Ik heb altijd mijn eigen kussen bij me. Nu liggen er twee bij Sven. Ik zal het eens even aanpassen. Ik heb altijd mijn eigen kussen bij me, omdat ik huisstofmijtallergie heb. Zo. Ik had hem bijvoorbeeld de eerste nacht in het hotel. Onderweg hier naartoe had ik hem niet meegenomen uit de auto. En ik heb dus bijna niet kunnen slapen s'nachts, omdat ik benauwd was, want ze hadden donzen kussens. En daarom heb ik ook altijd neusspray bij me op vakantie. Omdat ik gewoon, mijn neus raak dan gewoon vol. Oh, dit is wel een hele mooie setting om te filmen. Idea. Dus dit is de slaapkamer, heel ruim. En hier hebben we dan Niels' bedje. Dat hebben we zelf meegenomen, want het bedje hier was 15 euro per nacht. Dat vond ik echt een beetje idioot. Dus bedje is mee. Dan hier twee mooie openstaande deuren. En dan in de kast heb ik wel mijn jurkjes hangen. En dan is dit de badkamer, ook niet opgeruimd. Zo zit hier ook alweer een paar dagen. Toilet, bidet. Nou ja, allemaal zooi. Dan hebben we hier een douche. En dan hier ben ik. Een wastafel. Dus dat is eigenlijk het huisje. De mannen zitten buiten. Dus dat wilde ik nog even laten zien. Dacht voordat ik het vergeet. Even in het dorpje vlak bij ons beneden. Niels heeft net gegeten. Klassiekje hoofd van Niels. Wij nemen nog iets kleins. Het heet een bruschettone. Die komt er nu aan. Dus eet smakelijk. Goedemorgen deze morgen. Wij zijn gisteren naar het dorp geweest. Volgens mij heb ik ook nogal wat gefilmd. En ik zie eruit als een soort leeuw. Daarna hebben we gewoon s'avonds lekker gegeten thuis. Want ja, Niels moet dan naar bed. We proberen nu wel een beetje vast te houden in zijn ritme. Ik zal zo even uitleggen. Ook sowieso is dat wel belangrijk. Maar, dus we hebben zeg maar daar hebben we een soort voorgerechtje gedaan. En dan thuis gewoon gegeten. Nu doet eigenlijk elke ochtend doet Sven een wandelingetje met Niels in de draagdoek. En dat vindt Niels heel leuk. En Sven die komt dan ook. Die wilde eigenlijk graag hardlopen. Maar en lastig met steen. En het is gewoon nu, ja, weet je. We kunnen hem hier nu gewoon niet krijsend. En daarna is hij ook hartstikke rustig. De rest van de dag speelt hij gewoon lekker zelf. En oh, ik heb helemaal niet verteld. Oh. Hij zeg maar, in het zwembad krijgt hij een zwemluier aan. En een zwembroekje en dan een shirtje en een dingetje. En soms zeg ik tegen Sven, het is wel lekker als hij gewoon eventjes niks aan hoeft. Dus dan zit hij gewoon even zijn blootje bij het zwemmen. Dus op een gegeven moment hoorden we wat scheetjes. Dus ik zei, ze was een grap, wat zei je dat? Nee, dat was Niels. Maar, nou ja, goed, we al lachen. Dus wij waren ondertussen een boekje aan het lezen. Hij zat gewoon eens op het kleedje tussen ons in te spelen. En ineens, ik zei, een noodsituatie had dus gepoept op dat kleedje in het zwembad. Oh nee. Ja, maar ja, weet je, je wil ook niet heel hard door het zwembad roepen dat er een kind op... Nou, het was onze eigen handdoek hoor, maar daarop gepoept had. Dus, nou ja, goed. Dus ik poep opruimen en Niels met Sven onder de douche. Nou ja, fijn. Dus ja, het is anders een vakantie met een kindje. Maar ja, hij vindt het zwembad wel echt fantastisch. Het is echt heel leuk. Maar ik probeer wel wat beelden te laten zien daar nog van. En vandaag verder niks. Ja, we willen waarschijnlijk wel weer even naar het dorpje. Want er is iets van een feest of zoiets. Zagen we staan. Dus we hadden bedacht dat het misschien wel leuk is om daar even te gaan kijken. En verder niet zoveel. We hebben besloten dat we maandag gaan shoppen. Want we hadden wel zin nu. Maar we dachten in het weekend is het niet zo handig. Want is het misschien heel druk. Dus we gaan maandag shoppen. Is een heel leuk winkelcentrum. Waar we vorige keer toen bij de Gardermeer waren ook al zijn geweest. Dus maandag gaan we shoppen.
En dinsdag ben ik jarig. Maar het is nu pas vrijdag. Ik zeg dat trouwens ook helemaal niet. Alles loopt hier door elkaar. Maar het is vrijdag. Maar ik dacht, ja, ik maak er toch één grote vlog van. Of ik maak er twee vlogs van of drie. Ja, dus dat gaan we vandaag doen. Het is echt heerlijk weer. Het is echt de perfecte temperatuur. Heel klein briesje. Het is echt dat je... Ik heb nog geen één keer echt liggen zweten van de warmte. Dus het is gewoon echt... Het is zeg maar 30, 33 graden. Maar hele lekkere droge, zwoele warmte. Het is fantastisch. Dus gaan we een dagje genieten. Niels is druk bezig. Soms gaat hij zelfs al staan. Ja. Weer heerlijk te genieten. We zijn eens even wat drinken aan het halen. Niels' favoriete speeltje is een zonnebril. Daar kan je echt pure plezier van hebben. We zijn even in het dorpje, ik weet niet of je de sfeer van de achtergrondmuziek hoort. Live muziek, het is een soort festivaletje, het zijn allemaal tentjes. Alleen het is nog niet heel erg opgestart. We dachten dat het vanaf 4 uur was, of vanaf 6 uur, want er stond een beetje dubbele dingen op borden. Maar blijkbaar is het nog later, want het is nu al bijna 6:30 en het is nog niet echt begonnen, behalve dat de muziek een beetje is. Dus maar wij zitten hier heerlijk met een drankje en Niels heeft net gegeten. En, ja, heerlijk. Ik moet wel zo nog een hele pakket naar boven lopen. Super groot. Ja. We zijn nog even over het terrein aan het lopen. Het is echt prachtig. Ze hebben hier echt, als je het kunt zien, maar echt de lekkerste hapjes worden hier gemaakt. Echt een spontaan honger van. We zeiden al, als we Niels niet hadden, waren we hier echt de hele avond zoet geweest. Je krijgt een soort tasje met daarin een kaart met allemaal dingen die je af kunt scheuren, zeg maar bonnetjes. En daar kan je dan iets lekkers mee halen. Maar ze hebben het echt allemaal heel mooi gedaan. En overal zijn kamers. We hebben net gratis een chocoladesalamietje gekregen, omdat iedereen natuurlijk weer verliefd is op Niels. En dit is dus een pleintje met daarachter het kerkje. Je kan zien. Waar is het kerkje? En ze maken hier echt prachtige hapjes. Ik heb er helemaal hoor van, maar wij moeten nog het hele stuk de berg oplopen. Niels en Matt doen en dan kunnen wij eten. Maar we eten ook heel veel, we eten risotto. En het is echt heel leuk. Het is ook heel groot. Het is allemaal politie en beveiliging en ambulances. En ik weet niet wat ze verwachten, maar het wordt heel druk. Cameramensen, er wordt iemand geïnterviewd hier in de verte. Dus de mannen staan daar. Niels moet al lang naar bed, maar hij vindt het prachtig. We zijn aan het teruglopen en moet je even kijken. Oh, dat uitzicht, het hele Gardameer. Ik ben nu net voorbij het mooiste stukje natuurlijk. Om nou terug te gaan lopen is wat overdreven. Niels ligt inmiddels te slapen. Sorry voor het wiebelen. Als het goed zou er geen verkeer komen. Maar daar zie je toch weer mensen. Als het goed zou, hadden ze de weg afgesloten voor verkeer vanwege festiviteiten. Ik heb echt iets super luchtigs aan trouwens. Dit topje van Pull&Bear volgens mij. Een broekje. Zo van Pull&Bear. Dit is van die leuke stiertjes. En dan heel charmant mijn Nike's. Maar ja, dit stuk lopen, dat ga ik niet op charmante schoentjes doen. Zo, we hebben de klim overleefd. Geen conditie meer hoor. En nou nog eventjes dit stukje omhoog. All the stairs. Maar kijk, dit uitzicht. Oh nee, we moeten Niels dragen. Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Dus dat wil zeggen dat we nu over de helft zijn. En ik heb een masker op, zoals je ziet. Ik zie er heel charmant uit. Want Niels en Sven zijn weer even wandelen samen.
En Niels liep vannacht eindelijk weer door. Ha, heerlijk. Dus we hebben eigenlijk redelijk goed geslapen. Alleen hij was wel om 6:15 wakker. Dus ja, weet je, dan is hij eigenlijk 7:00 alweer moe. En dan kan je beter even gaan lopen. Want als hij 7:00 gaat slapen, is de rest van het dagritme weer in de knoop. Dus Sven is even lekker wandelen met Niels. En toen dacht ik, weet je, ik doe gewoon een maskertje. Nageltjes weer even lakken en zo. Dus heerlijk. Bakje thee. Ik ga zo even mijn boekje lezen en nu nog even YouTube filmpjes te kijken. Normaal ga ik echt opruimen en dat soort dingen. Maar ik dacht nu, gewoon een momentje voor mezelf. Verder niet zo spannend vandaag. We gaan gewoon weer lekker naar het zwembad. En we gaan vandaag weer echt even lekker een lang dagje zwembad doen. Tenminste, lang, niet zo lang als we normaal zouden doen. Want het is altijd, er zitten allemaal enorme pauzes tussen van Niels' slaapjes. Maar gewoon wel weer even lekker alleen maar zwembad. En we zijn natuurlijk gisteren ook weer op tijd weggegaan dat we naar het dorp gingen. En nu gaan we gewoon even lekker zwembad. We zijn trouwens. We spelen s'avonds vaak Yahtzee en we lezen wat. En soms doen we nog pimpampet. Omdat ik dat toevallig mee heb genomen. Dat spelen we eigenlijk nooit. Maar goed, Yahtzee. En dan sluiten we vaak af met een afleveringetje Modern Family. Maar we zijn ineens beland in... want we kunnen hier gewoon op Netflix. En we kijken eigenlijk Narcos. Maar ja, ik weet niet. We zijn ineens beland in An Idiot Abroad. Dat is een hilarisch programma van een man die... door onder andere Ricky Gervais naar de 7 wereldwonderen wordt gestuurd. En het is de eerste is in China. Ik dacht echt dat ik de dood ging van het lachen. Het was zo grappig. Het is echt... hij kijkt echt zo grappig naar de wereld. En nou ja, we zitten echt enorm te lachen. We zijn inmiddels al 4-5 afleveringen verder. Maar we vinden het heel leuk. En ja, dus dat doen we nu eigenlijk. Als Niels ligt te slapen, gaan we een serie kijken. Wat je vroeger natuurlijk nooit zou doen. Normaal zou je gewoon alleen maar spelletjes doen en lezen bij kaarslicht. Maar ja, weet ik niet. We komen op Netflix. Nou ja, ook heerlijk. Maar goed. En Yahtzee en Sven wint heel vaak. Dat is heel oneerlijk. Ik weet niet waarom. Ik heb het niet met de stenen vandaag, de afgelopen dagen. Maar ik heb wel een paar keer gewonnen. Maar niet zoveel als normaal. Dan zitten we heerlijk aan het zwembad en Sven heeft net een biertje gehaald en het is altijd zo'n feest. Wacht, ik ga het even laten zien. Een olijfje en een papa's-achtig en een biertje. Cheers. En Niels is een soepstengel. Dus even lekker relaxen aan het zwembad en vanavond helemaal niks. Is het lekker? Niels vindt het heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag zondag. De mannen zijn weer aan de wandel. En ik ben even het huisje een beetje aan kant aan het maken. Beetje dat je denkt, oh ja, gezellig. Oh, die lucht, de band ligt er nog. Omdat het een beetje een rotzooi aan het worden was. En ik dacht, weet je, nice gesture. En ik ga zo even, denk ik... aan mijn blog. En ja, dan belooft het weer een prachtige zondagdag te worden. Ik zal eventjes weer naar buiten gaan. Oh. Happiness. Op zich heeft Niels wel redelijk goed geslapen vannacht. Hij is, nou ja, 1 of 2 keer soort van half wakker geworden. Zo'n speentje erin, dan sliep hij weer door. En hij was om 6:15 vanmorgen weer wakker. Maar goed, hij staat in ieder geval weer door. Dat is heel fijn. We wilden morgen gaan shoppen. En ik ben overmorgen jarig. Nooit jarig op vakantie. Ik vind het eigenlijk leuker om dan in Nederland te zijn. Maar nu zijn we op vakantie. En dat is de enige dag dat het wat minder weer voorspeld is. Ineens, dat zagen we nu. Tenminste wat minder. Gewoon 29 graden, maar met wolken, zeg maar. Dus toen had ik bedacht van, nou, misschien is het dan leuker om op mijn verjaardag te gaan shoppen. Want Sven dacht dat het maandag mijn verjaardag was. Dus ik had bedacht dat het dan leuk is om te gaan shoppen. Maar goed, toen dachten we, nou ja, dat is prima. We wilden in ieder geval niet in het weekend gaan, dat is druk. Tenminste, druk, drukker. Dus ik denk dat we eventjes morgenochtend naar het weer kijken. En dan gaan we of shoppen of de dag daarna. Vandaag gaan we gewoon lekker niks. Ik denk dat we misschien wel nog even naar het dorp gaan. Maar verder gaan we gewoon lekker aan het zwembad liggen. Het is wel leuk. Er is een soort barretje bij het zwembad. Super lieve mensen trouwens overal. En
Nou ja, goed, je hebt al in filmpjes gezien dat je altijd, als je wat drinken krijgt, krijg je er van alles bij. Maar die vrouw, die is helemaal verliefd op Niels. En die zegt ook van, ja, hij lacht altijd, hij is altijd vrolijk. Er zijn allemaal van die baby's die altijd huilen. Maar hij lacht altijd, hij is altijd vrolijk. En dan gaat ze allemaal dingen tegen hem zeggen in het Italiaans. Ik heb geen idee, maar goed, Niels lacht heel lief terug. Dus dat is echt, ja, dan ben je toch, dan denk je, ah. En hij heeft eerst zijn stapjes gezet, weliswaar aan het bed vast en aan zwem vast. Maar gaat zo snel ineens. Ja, verder film ik dus niet heel veel van wat ik doe, omdat ja, er is niet zoveel te zien. Want ik lig gewoon aan het zwembad en speel met Niels in het water en dat soort dingen. En we doen, Niels die vindt het gewoon heel lekker om in zijn bandje te drijven met een speeltje waar hij op aan het knagen is. En zit hij een beetje naar andere kinderen te kijken, want dat vindt hij het leukst. Dus wat we dan doen is, dan ligt hij zeg maar in dat bandje. En ondertussen zijn wij dus met een bal, gewoon zo'n opblaasbal, zijn wij aan het overvolleien. En dan ligt hij er gewoon een beetje zo tussen, nou, op iets te knagen. Ik weet niet of mensen denken van, oké, ze willen die mensen niet met hem spelen. Maar hij vindt dat gewoon lekker. En we hebben inmiddels, is ons record 100 nog wat. Dus we moeten nu vandaag naar de 110. En nou ja, we gaan het zien. Niels zijn favoriete speeltje is een zonnebril. Sven die werkt een beetje aan zijn talent en zijn intellect. En ik hou niet.